Ons land krijgt een dikke onvoldoende als het gaat om het geven van borstvoeding. Er geeft namelijk minder dan 3% van de moeders uitsluitend borstvoeding aan hun kinderen in de eerste zes maanden. Dit zei Antoine Elias, hij is minister van het ministerie van Volksgezondheid, woensdag tijdens de lancering van de borstvoedingsweek in het Mungra Medical Center in het district Nikeri. De bewindsman gaf verder aan dat het ministerie druk bezig is een wet voor te bereiden. welke formulavoeding, beter bekend als blikvoeding, aan banden moet leggen. De Borstvoedingsweek wordt georganiseerd door de afdeling Family and Community Health van het Bureau Openbare Gezondheidszorg. in samenwerking met de Stichting ter bevordering van borstvoeding. Tijdens deze week wordt er extra nadruk gelegd op het informeren en aanmoedigen van moeders over de voordelen van borstvoeding voor het jonge kind. Tijdens de lanceringsceremonie benadrukte Yitadis Gebre, vertegenwoordiger van de Pan American Health Organization (PAHO), het belang van het geven van borstvoeding. Breastfeeding is a universal solution to give everybody the same equal start in life, aldus Gebre. De PAHO en het UNICEF streven er beide naar dat alle ziekenhuizen in Suriname zich zullen kwalificeren naar de richtlijnen zoals gesteld in het WHO-UNICEF-verdrag Ten Steps of the Baby Friendly Hospital.